SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij de samenvatting van de wedstrijd SV Urk tegen ACV op zaterdag 25 februari 2023. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Baas. En voorafgaand aan de wedstrijd werd Klaas Romkes door voorzitter Henninga nog extra in de bloemetjes gezet, omdat hij 100 wedstrijden voor SV Urk 1 heeft gespeeld. 100 wedstrijden, 19 keer. En onze pupil van de week, Rowan Hellinga, gaat op doel naar, op jacht naar een doelpunt tegen de keeper van ACV. En dat lukt hem. Hij scoort. Applaus voor Rowan Hellinga. Hij scoort het eerste doelpunt vandaag. In de openingsfase van de eerste helft was het met name ACV dat druk zette op SV Urk. En in de eerste aanvallen leverde ook wat gevaar op, zonder dat Urk echt in de gevaarzone kwam. En met name door het goede ingrijpen van Richard Strijker. En Urk kwam wel aan de tegenaanval hier bij Lucas Tol. En Lucas Tol zet die bal voor, maar het is Jelle de Boer die een verdediger op zijn weg vindt en de inzet gestrand zag voor de doellijn. En dan zit Lucas Graal. Na ruim een kwartier spelen is hij degene die extra druk zet op die verdediging van ACV. Maar ook hier strandt zijn schot en weet Urk daar niet van te profiteren. Want al met al was het toch ACV dat in de eerste helft het beter van het spel had. Goed verzorgd en een hoog tempo speelde. Zoals hier een hele mooie crosspaas naar de linkerkant. Waarbij de voorzet komt van Grevink. En dan komt die bal uiteindelijk terecht. Is het Svikstra die de bal in het doel scoort. En is het 1-0 voor ACV. En op dat moment een verdiende voorsprong, omdat ACV de beter voetballende ploeg was. Maar vanaf dat moment was het Urk dat toch wat meer grip op de wedstrijd begon te krijgen. En zeker in die laatste fase van de eerste helft, al is het hier ACV nog een keer, dat een aanval van de rechterkant komt de voorzet en dan wordt die bal ingekopt onderkant lat. Maar daar is een overtreding begaan door Svikstra en deze kans gaat in ieder geval verloren en blijft het gewoon 1-0. En is het Urk dat via Jelle de Boer aan de buitenkant de aanval op probeert te zetten. Hij heeft balverlies en is het ACV dat er snel uitkomt. En een 1-op-1 situatie is het daar Jasper die helemaal op Richard Strijker alleen afgaat. Maar een schitterende reflex van Strijker en ook in tweede instantie de rebound die hij van Svikstra uit het doel weet te houden. En is het uiteindelijk gewoon de stand 1-0. En behoudt Urk de mogelijkheden zoals hier. En daar putten ze ook moed uit. Want ze gingen steeds verder naar voren spelen. En is het hier Lucas Graal met zijn snelheid. Een mooie voorzet gevend. Maar die belandt niet op de goede plaats. En uiteindelijk is het Johannes Schrijver die van afstand schiet. Maar die bal gaat toch wel enkele metertjes over het doel van doelman Spiodic van ACV. Een aanval, Jelle de Boer probeert daar in de breedte en is het Lucas Graal en kan daar ieder eentjes aanspelen. Ieder eentjes met een probeert een voorzet en dat lukt hem ook. En is het Klaas Romkes net iets te ver voor de bal en de bal gaat over het doel. Dit was een hele mooie mogelijkheid van Urk om vlak voor rust op een gelijke hoogte te komen. Maar dat ging niet door. Een paas van Riekert-Jan Brans die de geblesseerde Joël Tol in de eerste helft verving en is de voorzet. Maar dan is het toch de doelman van ACV die voorkomt dat uiteindelijk Riekel Neentjes aan de bal kan komen. En zo beginnen wij aan het slot van die eerste helft met Lucas Tol. Aan de zijkant nog een voorzet van Riekert-Jan Brans. En dan is het uiteindelijk Jelle de Boer die net niet bij de bal kan komen om het heel gevaarlijk te laten zijn. En zo gaan we de rust in met een 1-0 voorsprong voor ACV. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today.
Zo begon Urk aan die tweede helft, waarbij ze duidelijk wat meer agressie toonden in de wedstrijd. En probeerde ACV verder naar voren onder druk te zetten. En dat lukte ze ook, want het leverde veel balverzet op. Zoals hier Lucas Nagel met een mooie individuele actie. Een voorzet naar die rechterkant op Jelle de Boer. En Jelle de Boer probeert daar aan de buitenkant Riekelt Jan Brands te bereiken. En ten opzichte ten koste van een hoekschop weet ACV dit gevaar in ieder geval nog te ontwijken. En dan zie ik Jelle de Boer, Lucas Tol probeert daar een individuele actie zoals vanmiddag veel. En dan uiteindelijk weet hij daar Rietel Nentjes te bereiken. Rietel Nentjes op terug naar Lucas Tol, Lucas Graal voorzet. En dan is het Jelle de Boer die over de bal heen maait. En deze kans gaat voor Urk verloren. Rietel Jan Brands opnieuw aan de linkerkant. En dit was het beeld van die tweede helft waarbij Urk duidelijk de aanvallende ploeg was. Maar natuurlijk aan de andere kant moesten ze ruimte weggeven. En daar probeerde ACV duidelijk van te profiteren. En nu zit hier uiteindelijk Zwikstra die wel een goede mogelijkheid krijgt, maar het zijne treft. En weer zo'n aanval van ACV waarbij Urk nu wel op tijd terug is. Is het Son Pakua die daar probeert met een individuele actie. En dan brengt hij uiteindelijk Niels Grievink, een van de topscorers van ACV, in stelling. Maar zijn bal gaat hoog over het doel van Richard Strijker heen. En is het Lucas Tol. Lucas Tol met een individuele actie en een 1-2'tje. En dat lukt hem, komt in de 16, legt die bal terug. En dan had, ja helaas, die bal lopen. En is het Lucas Graal die niet achter stond. Want dan had hij de mogelijkheid gehad om Urk op gelijke hoogte te brengen. Dat was weer zo'n mogelijkheid, zoals in de tweede helft voor Urk er veel meer waren. En hier is het Lucas Tol. Lucas Tol opent dadelijk, gaat hij met zijn individuele actie de 16 meterlijn in, 1-2. Maar die mislukt. En dan is het uiteindelijk weer ACV. En dan krijg je toch situaties met 3 tegen 2. Waar ACV van probeert te profiteren. En hier een goed paasje naar de buitenkant. Maar wederom Richard Strijker die van geen wijk weet. Want hij speelde vanmiddag een hele goede wedstrijd. De aanval via Lucas Graal. Lucas Graal een klein hakje op Lucas Tol. En Lucas Tol met een voorzet richting die tweede paal. Maar die mist iedere zuiverheid. En een eenvoudige prooi voor Spijdovic, de doelman van ACV. Maar Urk bleef erin geloven. Hier een overtreding op Lucas Graal. En de bal wordt snel genomen door Rietel Nentjes. En daar komt hij. Dat is het Lucas Graal die de bal voorgeeft richting die eerste paal. En is het uiteindelijk Klaas Lompers. Legt die bal terug op Lucas Graal. Maar hij mist de kracht om de doelman echt in gevaar te brengen. Wel balbezit blijft het voor SV Urk via Lucas Tol. Lucas Tol met een voorzet en die mislukt. En zo naderen we het slot van de wedstrijd die veel hectiek zou kennen. Want Urk bleef erin geloven en bleef de aanval zoeken. Zoals hier ook weer over de linkerkant met Lucas Tol. Veel in balbezit vanmiddag. En uiteindelijk komt die bal bij Rietel Nentjes. Rietel Nentjes bij Gnodde, de invaller die om extra voor ieder Nentjes een extra aanvaller voor een verdediger om wat meer power nog naar voren te geven. En dat leverde hier niks op, al is het wel weer ruimte die ze weggeven aan ACV. Maar deze voorzet die gaat helemaal voorlangs en mist iedere zuiverheid. En kan Rietel Jan Brands de aanval voor Urk verder op gaan bouwen. Met Lucas Nagel, Lucas Nagel en ten opzichte van een klein foutje van Lucas Nagel, want dan is het uiteindelijk een steekpaasje van op Giovanni Zwikstra die geen kracht meer heeft om doelman Strijker te passeren. Lucas Tol speelt die bal helemaal breed naar de buitenkant op de invaller Ieder den Dulk. Die in het veld was gekomen en dan uiteindelijk in de laatste fase een kopbal van die invaller van Andreas Gnodde. Maar die mist iedere kracht en iedere zuiverheid om het ACV echt moeilijk te maken. Maar Urk bleef erin geloven, ook in deze laatste slotfase van de extra tijd waar veel tijd bij werd geteld door scheidsrechter Baas. En is het Lucas Tol aan die linkerkant en probeert die bal nog eventjes voor te geven. Maar die komt niet op het hoofd van een aanvaller, maar wel aan de buitenkant. En dan is het een overtreding op Lucas Graal. En iedereen appelleert voor een strafschop. En in vele ogen is het ook zo. Alleen scheidsrechter Baas wil van het geen twijfel weten en vindt het geen overtreding door de verdediger van ACV of Lucas Graal. En dat leverde toch de nodige commotie op. Een blessure bij de verdediger van ACV.
En daarnaast ook een blessure bij Lucas Graal. Maar dit was misschien wel het moment van de wedstrijd waarbij scheidsrechter Paas een stempel op de wedstrijd drukte en geen strafschop gaf. En zo gingen we in die laatste fase van de wedstrijd nog steeds met een achterstand voor SV Urk 0-1. En ACV kreeg nog een goede mogelijkheid aan de buitenkant. Er was het uiteindelijk een afstandsschotje van op de paal. En zo bleef het gewoon 0-1 in het voordeel van ACV. En ging Urk strijdend ten onder. En ACV pakte door deze toch wel heel zwaar bevochten overwinning op Urk de tweede periodetitel. En gaan we nu luisteren naar de nabeschouwing van de beide trainers van ACV en van SV Urk. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Voor ACV, naast mij Ruud Jalving, de trainer van ACV. Ruud, ja, de opluchting bij ACV was heel groot toen de scheidsrechter uiteindelijk zei de wedstrijd is afgelopen. Ja, nee, dat klopt. Je kunt vandaag een prijs pakken. En een gelijkspel uiteindelijk was ook genoeg geweest, wisten wij. Maar op een bepaald moment in de tweede helft, omdat Urk echt een paar keer heel gevaarlijk was en het ook maar zo de andere kant op had kunnen vallen. Ja, dan is de opluchting wel groot als je hem over de streep trekt. Ja, want voor de niet-weters, ACV pakt hiermee de tweede periodetitel. En dat is in ieder geval een prijs. In de eerste helft waren jullie duidelijk de bovenliggende partij. Ja, de eerste helft vond ik ons echt beter qua voetbal. We hadden eigenlijk de 2-0 moeten maken. Dan was het geloof bij Urk misschien weg geweest, dat weet ik niet. Maar dat denk ik wel. Maar de tweede helft ook, in de omschakeling, hadden we Urk meer pijn moeten doen. Dat deden we niet. Ja, en Urk blijft ervoor gaan. Dat heb ik zelf ook altijd hier ervaren. De strijd is er altijd. En dat leverde ook nog een paar hachelijke momenten op. Maar gelukkig viel die niet. Ja, want wat je zei in de eerste helft was het Richard Schrijker die Urk in de wedstrijd hield. En in de tweede helft was het Urk dat de kansen wel degelijk creëerde, alleen niet benutte. Ja, opluchting groot. En wat is de doelstelling van ACV verder dit seizoen? Nou ja, dat we om die bovenste plaatsen willen meedoen. Maar we weten ook, iedere wedstrijd kan beide kanten opgaan. Alle potjes zijn spannend. Ik heb nog nooit rustig op de bank kunnen zitten. Maar zolang we daar bovenin staan, dan willen we om die bovenste plaats mee blijven doen. Maar het is wel ontzettend fijn dat we in ieder geval die tweede periode hebben. Dat is hier wel één prijsje. Gefeliciteerd daarmee en veel succes in het vervolg van de competitie. Ruud, dankjewel. Ja, Albert Mark. De eerste helft, we zeiden het net, was ACV de bovenliggende partij. Jullie wilden graag heel veel druk uitoefenen, dat lukte niet altijd. Hoe kwam dat? ACV is een goede ploeg, Peter. Misschien wel de best voetballende ploeg in de derde divisie. Dan kan het ook zomaar gebeuren, hè, dat niet lukt. En ik vond wel dat wij wilden die bal aan de rechtercentrale verdedigen laten. Nou, dat bij Vlagen lukte dat wel aardig. Maar bepaalde momenten ook niet. Dan is het zuur dat eigenlijk de eerste beste kans voor ACV, een goede aanval over de linkerkant, meteen goed valt voor hun in die 16 meter van Urk en dan ligt hij er meteen in. Ja, en dan houdt Richard Schrijker jullie ook nog in de wedstrijd, hè? Die situatie 1-1 en daarna nog een keer de rebound. Maar de tweede helft, ja, dan is het Urk dat duidelijk ook heel veel kansen weet te creëren, duidelijke mogelijkheden. Is dat dan toch een stukje vertrouwen wat ontbreekt? Nou, dat denk ik niet. Ik vond ons de laatste 10 minuten voor rust al wel beter in de wedstrijd te komen. Nou, dat trokken we door naar rust. En ik denk dat we naar rust gewoon goed hebben gespeeld. Maar ook met wat meer intensiteit. Hè, nog wat meer power erop. En ik denk dat we wel een goaltje hadden verdiend naar rust. Ja, in ieder geval een gelijkspel was op het minste wat jullie verdiend hadden op basis van die tweede helft. En die mogelijkheden die je dan weet te creëren, je geeft ook de nodige ruimte weg. Maar toch wist ACV er niet van te profiteren. Met andere woorden, je kunt er constant in blijven geloven in zo'n wedstrijd, hè? Ja, dat klopt. Als je zelf meer vaarbank gaat spelen, dan is het nog logisch gevolg dat je wat meer ruimte weggeeft. Nou, dan hebben ze ook de kwaliteit om tot een paar kansen te komen. Dan moet je een beetje geluk hebben dat ze hem niet maken. Ze schoten nog een keer op de paal. Strijker pakt een paar goede ballen. En daar staat hij ook voor. Dan hoop je dat hij aan de andere kant, aan onze kant, nog een keer goed valt. Nou, Andreas nog een keer een goede kopbal.
Die werd door de keeper gepakt. Ja, dan lukt dat niet. Ja, dan blijft het 0-1. En dat is dan uiteindelijk het eindresultaat. Met toch ook weer wat gele kaarten die gevolgen zullen hebben. Want dat is datgene wat vandaag in ieder geval was. Het fanatisme van de spelers van Urk. Dat vertaalde zich ook in een stukje agressiviteit. Niet altijd op de goede manier. Weet je, ik denk dat de jongens het plan heel goed hebben uitgevoerd. En ik denk ook dat we daarmee verder kunnen richting Harkema en Volendam. Klopt dat een aantal spelers geschorst zijn. Dan moeten andere jongens het doen, Peter. En daar hebben we mee te dealen. En we zijn een collectief. En hebben andere jongens de mogelijkheid om te laten zien wat ze in huis hebben. Dat is in ieder geval dan volgende week tegen Harkema Boys. En over 14 dagen in de thuiswedstrijd tegen Volendam. Ja. Heel veel succes in de voorbereiding daar naartoe. En dan straks samen met de nieuwe ad interim zit Henny Spijkerman. Dankjewel en veel succes. Dankjewel, Albert Mark. Zeker.